Eind 2020 presenteerde Theo Kralt zijn boek over de schilder Jean-Baptiste Discard. Kralt, Rijnsburger van geboorte, vertelt waar zijn passie vandaan komt en hoe het boek tot stand kwam. Theo, je bent een Rijnsburger van geboorte. Hoe zit dat precies? Ik ben op 30 november 1959 in Rijnsburg geboren. Mijn vader en moeder hadden daar een handelskwekerij. Familie heeft kwam er ook helemaal vandaan. Ik heb op de Koningin Emma School gezeten aan de Smitstraat en daarna op het Vissert Hoofd Lyceum in Leiden. Die zaten toen al op de Kagerstraat? Ja, maar daar zitten ze al heel lang. Ja, zitten al heel lang. Ik geloof al sinds 1917. Ja, natuurlijk. Ja. Zo oud ben je nog niet. Nee. Zo oud ben ik nog niet. En nee. Je grootvader was wethouder in Rijnsburg, hè? Hoe zat dat? Die deed van alles, geloof ik. Grootvader heeft in het bestuurlijk leven en ook in de wereld van de bloembol gewassen best een grote rol gespeeld. Hij heeft de nieuwe gebouwen van de veiling in 1924, daar is hij de initiator van geweest. Die nu alweer gesloopt zijn? Die een paar jaar geleden voor de bloem gesloopt zijn. Hij was voorzitter van wat toen de Boerenleenbank was. Wethouder van een heleboel organisaties op het gebied van de bloembollen en bloemenwereld. En was natuurlijk een figuur waar thuis over gesproken werd en die een rol speelde. Theo Kralt studeerde in Leiden kandidaatsrechten, politieke wetenschappen en juridische bestuurswetenschappen. Daarna ging hij naar het buitenland, onder meer naar de London School of Economics. Waarom heeft hij nooit kunstgeschiedenis gestudeerd? Nou ja, ik was wel op de middelbare school. Had ik een hele enthousiaste geschiedenisleraar. Nog altijd contact met hem, Kees Admiraal. En ik heb toen voor mijn eindscriptie over Kasteel Duivenvoorde, waar ik lang rondleidingen heb gedaan vanaf midden jaren 70, een 10 gekregen. Dat was best uitzonderlijk, handgeschreven nog in die tijd. Maar het was ook wel bekend dat als je geschiedenis en kunstgeschiedenis ging studeren, dat het niet zo heel makkelijk was om een baan te krijgen. Nee. Dus ik heb een andere route gekozen en ben uiteindelijk heel lang, tientallen jaren, in leidinggevende functies voor diverse organisaties werkzaam geweest. En de laatste twee jaar kan ik het meer zelf bepalen. Ik werk als consultant, met name op het gebied van de herontwikkeling van gebouwen die een functie verloren hebben, enkele dagen in de week. In zijn vorige baan beheerde Theo Kralt landhuis Wielbergen in het Gelderse plaatsje Angerlo. Daar hingen drie schilderijen van de schilder Jean-Baptiste Discard, alle drie portretten van de familie Brandsen. Deze schilderijen wekten meteen Kralts interesse voor de schilder Discard. En ik zag dat hele goede portretten waren. Ja. En ik kwam thuis en toen heb ik in de kunstencyclopedie gekeken of er wat bekend was over deze man. Nou, in de Nederlandse overzichten van Pieter A. Scheen helemaal niks, maar het was ook geen Nederlander. Vervolgens in de Bénézy gekeken, de Franse kunstencyclopedie. En daar stond in het begin van de 20e eeuw, de eerste editie, stonden enkele werken van hem. Orientalistische werken, meest gemaakt in Tanger en Parijs. Dat is Marokko, hè? Tanger? Tanger in Nederlands is in Marokko. En daar stonden ook van 5 of 6 schilderijen de verkoopprijzen voor aangegeven. Nou, het waren hele mooie schilderijen die nu gewoonweg niet te betalen zijn, maar die in de tijd in Engelse ponden tussen de 20 en de 60 Engelse ponden hebben opgebracht. Die orientalistische schilderijen van hem zijn duidelijk echt voor de markt gemaakt. Die waren om te verkopen en om van te leven. Die brachten toch niet heel veel op in vergelijking met wat ze nu op veilingen doen. En over de portretten stond in de Bénézy helemaal niets. Jean-Baptiste Discard wordt in 1855 in de stad Modena geboren. Nu is dat in Italië, maar in 1855 behoort Modena tot het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. Zijn vader Francesco werkt aan het hof van de hertog van Modena.
Als Jean-Baptiste 14 jaar is, gaat hij naar de Academie der Beeldenden Kunsten in Wenen. Zijn belangrijkste leermeester is professor Anselm Feuerbach en professor Leopold Karl Müller. Vanaf 1881 vestigt Descartes zich in Parijs, waar hij veelvuldig optrekt met oud-studiegenoten Ludwig Deutsch en Rudolf Ernst, die zich hier al eerder hadden gevestigd. Zowel Descartes als Deutsch en Ernst kiezen voor het orientalisme in de schilderkunst. Dat is de hang naar exotische taferelen zoals haremscènes, figuren bij palmbomen, vurige paarden, arabesken, kamelen, minaretten en boogportalen en dergelijke. Vanaf 1903 verblijft Descartes met grote regelmaat in Nederland. En tussen 1911 en 1920 woont hij in Den Haag. Daar portretteert hij vele leden van de Nederlandse adel. Wat trekt hem aan Nederland? Weet je dat? Waarom gaat hij in Nederland wonen? Er is over Descartes is geen archief bewaard gebleven. Oké. Okay. Dus, maar heel weinig. Het boek is eigenlijk gebaseerd op de schilderijen, de portretten van hem en wat daarover geschreven is. En soms flarden van een archief, zoals de brieven van Descartes aan Bout voor die portretten rond 1910. Dus omdat er geen archief is, kan ik dat natuurlijk ook niet raadplegen en ik kan het zeker niet meer aan hem vragen. Dat is jammer, je zou willen weten wat in zo'n man omgaat. Wat hij van Nederland vindt, waarom hij hier komt wonen. Waarom hij al die mensen wil portretteren, of waren dat altijd opdrachten? Het waren altijd opdrachten, maar ik heb natuurlijk wel Adrie over die vraag nagedacht. Alleen, uiteraard. Dank je, maar daar is dat boek ook over. Nou ja, er moet iets geweest zijn waardoor hij bij de Nederlanders waar hij aan huis kwam, daar moet iets van een wederzijdse herkenning zijn geweest. Hij moet zich door de mensen die hij geschilderd heeft gewaardeerd hebben gezien. De mensen waardeerden hem en ik denk ook dat hij Nederland een bijzonder land heeft gevonden om te wonen en te werken. We moeten daarbij wel in acht nemen dat het natuurlijk allemaal 150 of een kleine 100 jaar geleden is nu. Ja, het was een heel ander land dan het nu was. Hij is geëindigd qua woonplaats in Nederland in Oegstgeest, hier vlakbij. Daarom vind ik het ook leuk dat we nu in het gemeentehuis zijn van Katwijk. Hij is hier geweest. Ja. En hij is daar gekomen door een contact met de familie Stokhuizen. Mevrouw Stokhuizen, de Jong van de Leidse Straatweg in Oegstgeest, heeft hem vermoedelijk leren kennen bij de Nederlands-Italiaanse vereniging Dante Alighieri. En op een gegeven moment heeft, denk ik, Descartes de huur van zijn huis in Den Haag opgezegd en heeft één of twee kamers gekregen of gehuurd bij de familie Stokhuizen in Oegstgeest, die hij ook in vier portretten heeft vastgelegd. De fotoalbums van de familie zijn bewaard gebleven. Ja, ja. Die zijn nu in het Rijksmuseum. En daar heb ik ook diverse wetenswaardigheden over Descartes aan kunnen ontlenen. Ja. Foto's waar hij op staat. Bijvoorbeeld, er is een schilderij van een Volendams meisje wat hier staat. Wat zeer waarschijnlijk zijn oorsprong heeft in een bezoek met de auto van de familie Stokhuizen aan Volendam. Dat vond hij natuurlijk fantastisch om dat te zien. Ja, je had meer van die plaatsen toen. Maar het was natuurlijk een veel minder bevolkt land dan nu. Ja. Veel meer open ruimte. Descartes in zijn Nederlandse portretten heeft een zeker Calvinisme, vind ik, vastgelegd. Dat de lijnen strakker zijn? Of hoe moet ik dat zeggen? De mensen werden toch sober geportretteerd. Dus we kijken hier naar het portret, het jeugdportret van Reinier Pauw. Maar dat geldt ook voor de anderen, ook oudere mensen. Bijvoorbeeld het kunstenaars-echtpaar Gerritsen uit Den Haag.
En het waren echt niet de eerste, de beste om een opdracht aan te scannen. Maar is dat een tegenstelling, dat sobere, ten opzichte van dat orientalistische, waarbij er meer uitbundig en kleurgebruik en noem maar op? Want... Nou, of de schilderijen van Discard uit het orientalisme uitbundig zijn, dat weet ik niet. Ik vind dat in de ruim 40 schilderijen en tekeningen die van hem bewaard zijn gebleven, hij vooral ook het dagelijks leven in Tanger heel goed heeft vastgelegd. Ja. De ambachten, wat de mensen deden, de beroepen, de kapper, de schoenmaker. Gedetailleerde vorm. Het zijn niet zozeer uitbundige schilderijen, als wel dat je precies kunt zien hoe het was. En omdat waarschijnlijk een aantal schilderijen uit die periode in Parijs zijn afgemaakt, is het wel zo, ze zijn heel erg mooi. Het licht schijnt ongelijkmatig, de compositie is prachtig, het kleurgebruik is eigenlijk niet te overtreffen. Ik heb in het boek voorzichtig geschreven dat hij de wereld eigenlijk een beetje mooier maakt. De werkelijkheid nog iets mooier. Heb je daar een mooi voorbeeld van in het boek? Wat is bijvoorbeeld echt een sprekend voorbeeld van wat je nu zegt? Ja, dat zijn er diverse. Het schilderij wat op de voorkant staat bijvoorbeeld. Oh, ja. De pottenbakker. Maar het geldt voor veel meer schilderijen. Heeft die man nou een sigaret in zijn mond? Nee, toen had je toen nog niet, hè? Ja, het kan ook een papiertje zijn. Papiertje. Maar misschien voor de camera, maar het geldt eigenlijk voor alle schilderijen. Hier, het schilderij van de pottenbakker is het eigenlijk het bijzondere, dat de schilder hier een andere schilder vastlegt. Dus deze pottenbakker... Ja, want die man die zit schilder op de vaas, of op die amfora, wat is het? Ja, die beschildert die kruik, maar... Je ziet de tegels, het aardewerk, koperen voorwerpen, zijn schoenen. Ja. Maar dat is één voorbeeld. Maar het geldt ook voor de schoenlapper. Het geldt voor de messenslijper. Het geldt voor de kapper. En ik denk dat jij, Adrie, ook wel eens bij de kapper komt. Ja. Maar of het licht dan in die kapperszaak waar jij komt zo mooi schijnt als op dit schilderij uit Tanger, dat weet ik niet. Het is heel mooi gecomponeerd. De verhoudingen zijn goed. De kleuren zijn prachtig. Het licht. Het is een hele mooie weergave van de werkelijkheid. Heeft hij Marius Bauer wel eens ontmoet? Dat is de Nederlandse orientalist bij uitstek, toch? Dat denk ik niet. Want de schilder Discard is... Denk ik iemand die heel erg op zichzelf gewerkt heeft. Oké, een beetje een Einzelganger dan. Nou, sociaal zeker niet, maar het aparte van hem is dat toen hij in Parijs was, toen waren daar ook mensen als Van Gogh. En Vincent van Gogh was echt een vernieuwer in de schilderkunst. Ja. Discard heeft veel meer vastgehouden, zijn hele periode door, aan wat hij in Wenen geleerd en gestudeerd heeft. Je ziet ook dat op de orientalistische schilderijen vallen heel erg op zijn gezichten. Bijvoorbeeld, je hebt daar het schilderij van de speelgoedverkoper. En dan zie je dat de man die speelgoedfiguren verkoopt, ja, heel sterk gericht is op zijn activiteit. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alle schilderijen. Het geldt voor de koffieverkoper. Het geldt voor de antiekverkoper. Voor de schoenmaker. Zijn een soort snapshots. Net als die Morris Merchant. Die kijkt ergens
Die staat niet per se te poseren, maar die kijkt ergens anders naar. Zo is het. Kijk hier, de zwarte man in het witte gewaad, die kijkt toe op het maken van zijn schoenen. Ja. En de man met de witte band op zijn hoofd, die kijkt weer toe op de schoenen die hij aan het repareren is. En dat geldt ook voor de messenslijper. Enfin, dat geldt voor alle schilderijen. Ja, ja. En je kunt zien dat de prachtige gezichten van gekleurde mensen, zwarte mensen, Arabieren, blanke mensen in Tanger en elders. Die techniek heeft hij nog verder vervolmaakt bij zijn Nederlandse portretten. En ja, van die Nederlandse portretten zijn er veel gemaakt door hem. Hij neigde meer naar realisme dan naar bijvoorbeeld het impressionisme. Wat eigenlijk in zijn tijd, impressionisme, expressionisme, die tijd leefde die. Dus, maar hij houdt zich vast aan het realistische weergeven van de werkelijkheid. Dat is zo. In zijn algemeenheid vind ik is dat waar. Hij heeft echt vastgehouden aan de Oostenrijkse school van het orientalisme en het realisme. Maar bijvoorbeeld hier, deze Berber in een witte djellaba en een rode ves, die is wel beïnvloed waarschijnlijk door het impressionisme. Althans, dat zou kunnen. Omdat er wat meer... Hier is wat met een bredere penseelstreek geschilderd. Ja, dat bedoel ik, ja. Maar het blijft dat het gezicht is prachtig en dat geldt eigenlijk voor al zijn schilderijen. Een expositie van Descartes' werk zou mooi zijn, maar is lastig te organiseren. Veel van zijn schilderijen bevinden zich immers in particuliere collecties over de hele wereld. Nou, zijn portretten, dan heb je het niet over dat orientalisme, maar puur, dat is toch een hele andere tak van sport, zou ik zeggen, die portretten. Daar zit zelfs een link met Katwijk, hè? Hij heeft ergens Jean-Chrétien Bout geportretteerd en dat is de vader van Baron Bout, die hier in Katwijk in Villa het Waarle tijdelijk resideerde. Hè? Of was het Villa, die andere Villa, het Waarle, daar woonde de prinses? Hoogkaten. En dat klopt wat ik nu zeg, Theo? Ja, ik heb deze portretten van Bout en mevrouw Bout Huidekoper, die waren toen in Amsterdam bij de kleinzoon van degene die in Katwijk geweest is. En de kleinzoon van Bout heeft ook de correspondentie van zijn overgrootvader in het Rijksarchief in Den Haag ondergebracht. En daar zijn ook een stuk of 10 brieven in het Frans van Descartes aan Bout bewaard gebleven. Ja. Daar was ik ontzettend blij mee, want daar heb ik toch wel een aantal dingen uit kunnen halen. Hoe lang zo'n portret maken duurde, wat het kostte, wat de problemen waren. Dus ook wel de acquisitie waar ik van vertelde van Descartes om ook zijn kinderen te laten schilderen en het verhaal van de foto's. Ja. Dus ik ben heel erg blij dat hij dat gedaan heeft. Ja. Je zegt in het Frans, hè? Hij sprak dus Italiaans, zo werd hij opgevoed, neem ik aan. Hij sprak Duits, hij sprak Frans, sprak hij ook Nederlands? Dat denk ik niet. Misschien hij heeft hier natuurlijk wel lang gewoond. Maar ik denk dat hij met name met de mensen meer in het oosten van het land, bijvoorbeeld de familie Brandsen, daar zal hij ook zeker Duits mee gesproken hebben en Frans. En met iemand als Bout, die in Amsterdam en het westen veel meer was, daar zal hij Frans mee gesproken hebben. Ja. Theo, welk schilderij is hij nou het liefst? Wat vind je zijn mooiste werk? Nou, van de orientalistische schilderijen vind ik de kapperszaak mijn favoriet. Dit is Reinier Pauw van Wieldrecht, een van de kinderportretten van Descartes. Reinier werd geboren in 1893. Descartes tekende meestal rechtsonder of linksonder en dat deed hij hier ook J.B. Descartes 1905 met die ondertekenende streep. Ja. Het is een bijzonder portret omdat we door de dagboeken van zijn vader ook weten wanneer en hoe en wat Descartes ongeveer deed.
De familie Pauw van Wieldrecht die woonde sinds het einde van de 19e eeuw op het landgoed Broekhuizen in Leersum. En zijn vader is overleden in 1913 en Reinier is overleden in 1939. Dus beide net voor de Eerste en net voor de Tweede Wereldoorlog. En Descaar, die weten we uit de dagboeken van zijn vader, die is hier ongeveer een maand mee bezig geweest. En die wandelde met de familie, die at met de familie mee. Dan werkte die weer aan dat portret, ze gingen samen biljarten. En wat we ook weten is, omdat er andere foto's die ook in het boek staan afgebeeld van Reinier bewaard zijn gebleven uit deze tijd, is dat je twee dingen kan zeggen. Descaar maakte echt een portret wat geleek en hij flatteerde ook niet heel erg. Het is echt ongeveer zoals het was. De foto's die er van Reinier Pauw zijn, die lijken echt heel op het portret. Hij maakte het gewoon niet mooier dan het was. Nee, en ik denk ook dat als er een puistje op zat, dan was het zichtbaar. En het is echt zoals de jongen er heeft uitgezien, met zijn bruine jasje, zijn witte overhemd, zijn vlinderstrikje, natuurlijk gekocht voor het schilderij. Ja. En ook het haar. En ik denk echt dat je hier ziet hoe het ongeveer was. En naar mijn mening is echt de sterkte van Descaar toch ook het gezicht wat heel realistisch is weergegeven. Hoe vaak poseerde dan zo'n geposeerde... Hij is er ongeveer, met dit portret is hij ongeveer 4 weken bezig geweest. En moest hij dan iedere keer poseren? Een paar keer per dag. En daarna werd het natuurlijk afgemaakt. Dat valt voor een kind niet mee natuurlijk, hè? Om steeds zo nee, te... nou misschien heeft hij zich bijzonder goed gedragen. Maar het zal ook niet elke dag zijn geweest. Maar hij heeft natuurlijk wel een aantal uren daar moeten zitten. Ja. 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 Wat ik ook erg mooi vind, dat is van een Amerikaanse vrouw die in Nederland terecht is gekomen via haar man. Dat is mevrouw Mathilda Randebrock Scheuveling. Haar man was directeur van de Amerikaanse Anglo Petroleum Company. Eigenlijk een van de voorgangers van Esso. Dat is een schilderij uit 1913. En in het schilderij kun je ook heel goed zien hoe hij het gezicht heeft vormgegeven. En een zekere schaduwwerking op het gezicht, die in heel veel schilderijen van Descaar is terug te vinden. Ja. Descaar moet wel iemand geweest zijn die een hele goede netwerker was. Nu zouden we het een netwerker noemen. Ja, precies. Iemand die via kwam die weer. Dan zag iemand dat dit een heel mooi portret was. En vervolgens zeiden ze, maar dan moeten mijn kinderen ook. Ja. Descaar heeft niet alleen mensen van adel geschilderd, ook andere mensen uit de kunstwereld, vooraanstaande burgers en dergelijke. Maar je moest wel geld hebben. En we hebben je hebt het over gewone mensen, maar dat meisje uit Volendam, dat is natuurlijk een uitzondering, toch? Een van de uitzonderingen. Nou ja, in de fotoalbums die Beatrice Stokhuizen van haar familie heeft nagelaten aan het Rijksmuseum, waar zij werkzaam geweest is in haar werkzaam leven, daar is een uitstapje in afgebeeld in 1918 naar Volendam. Gewoon met de auto. En zeer waarschijnlijk heeft Descaar dit portret van een Volendams meisje of van een meisje uit in dezelfde soort van klederdracht uit een van de omliggende dorpen. En ja, het is ook hier, het is echt een sprekend portret. Ja. Met de bloedkorale ketting, de muts en ook een weinig opvallende achtergrond. Dat deed Descaar ook hier. Dat waren gewoon streepjes. Ja, dat is, het accent moest echt op de kleding en op het gezicht komen te liggen. En het is leuk dat we door die binding met de familie Stokhuizen ook wat van de achtergrond van dit portret weten. Ja. Van dit schilderij en ook van het schilderij van zijn zus zijn twee dingen te vertellen. Hun moeder is ook geschilderd door Descaar. En waarschijnlijk Hoe heet het jongetje? Wie is dit? Dit is Maximiliaan van Tuil van Seroskerke van Vleuten.
een jongere tak van kasteel Zuilen boven Utrecht bij Maarsen. Ja. En Maximiliaan is geschilderd door Descartes in 1911. En dit schilderij en het schilderij van zijn zus Elise Dorothea uit 1914... zijn schilderijen die Descartes duidelijk gemaakt heeft in de richting van de Art Deco. De Art Deco start officieel eigenlijk pas na 1918. Maar je ziet op dit schilderij en ook op het schilderij van zijn zus... dat heel duidelijk strakkere lijnen al werden gehanteerd. Dus ik heb in het begin van het gesprek gezegd... Descartes heeft heel erg vastgehouden aan de principes van zijn opleiding in Wenen. Dat gezegd zijnde is hij toch ook een kind van zijn tijd geweest. Het opvallende is dat het derde portret uit 1917 of 1918 van hun jongere zus Ali Adolfine... een veel traditioneler portret is. Ook een mooi portret... maar een veel traditionele portret. Ging die toen weer terug naar de Dat zou je wel kunnen zeggen. Hoe kun je zien dat dit Art Deco is? Wat kan je aanwijzen wat daar typisch voor is? De strakkere lijnen. Je ziet hier in het matrozenpakje dat het geschilderd is zoals het geschilderd is. Levensecht, ja. Maar ook met een zekere strakheid. Hoe wordt hij over het algemeen gewaardeerd door de kunstcritici van zijn tijd? Weet je dat? De orientalistische schilderijen bijzonder goed. Die zijn niet meer te betalen. Die zijn in handen van enkele verzamelaars. Oh, ja. En die komen ook maar heel zelden op de markt. En veruit het grootste gedeelte van de Nederlandse en andere portretten... is in eigendom van de nazaten van degene waar ze ooit voor geschilderd zijn. Je kunt wel zeggen dat hij ook door het kunstminnende publiek in die tijd gewaardeerd werd. De portretten van het echtpaar Gerritsen Landry uit 1914... dat was een belangrijke verzamelaar van met name prenten. Hij heeft later zijn collectie aan het Rijksmuseum in Amsterdam nagelaten... Dat was iemand die ook door andere schilders in die tijd geportretteerd is geweest. Maar het feit dat hij zich in 1914 ook door Descartes heeft laten portretteren met zijn vrouw... geeft aan dat hij Descartes ook in artistiek opzicht hoog achtte. Maar er zijn dus veel meer beschrijvingen van Descartes als schilder van de orientalistische schilderijen... dan van de Nederlandse portretten die nu je vooral door het boek Nederlandse boek... in 2019 en de Engelse aangevulde editie uit september 2020. Dus die kritiek die moet verder ontwikkeld worden. Na de Eerste Wereldoorlog vertrok Jean-Baptiste Descartes naar Parijs, waar hij in 1940 overleed. Hij liet een rijk oeuvre na dat nu beschreven is in het boek van Theo Kralt. Het boek is te koop via de boekhandel en via internet.